Kijk, hij is iets groter als mijn duim. Daar is hij dan. De uitkijktoren in het bos. Wow, hij is echt groot. Kijk eens, daar is hij gewoon. En het mooiste van alles is... hij is gebouwd op een heuvel. Wow, dit is gaaf. Oké dan, nieuw materiaal. Dat is dan een kruiwagen. Kijk dan, hij is echt mega hoog. Ja, er zitten mensen boven. Kijk eens, meer als 100 treden naar boven. Maar wat gaan ze doen? Kijk. Even eromheen lopen. Aha. Ze hebben een nieuw stuk erin gemaakt. Zie je dat? Daar bovenaan. Kijk dan, hangt een vlieger in de boom. Laatst hebben we de uitkijktoren gefilmd van binnen met het uitzicht. Maar nu gaan we de uitkijktoren eens filmen vanaf een hele andere kant. Namelijk vanaf hier. Kijk, daar is die. Wow. Hij is echt mooi. Alleen jammer dat het continu de hele dag eigenlijk al aan het regenen is. Ja, als jullie goed kijken, daar is die. De uitkijktoren Hulsenberg. Midden in het bos. Echt wel gaaf. Kijk, en als het dan heel, heel hard regent, dan is dit het resultaat wat het water aanricht. Dat gaat hier als een waterval naar beneden. We gaan de vlog weer beëindigen. Tenminste, dat wouden wij doen. Even kijken. Oh, dit is echt een hele hoge berg. Wacht, als ik hier het bos in ga een stuk, dan kunnen jullie hem ook nog zien. Via die kant. Kijk, daar is die. En zo te zien hebben ze bovenaan van die platen gemaakt. Zie je dat? Ik weet niet of er mensen in zitten boven. Ja. Ze hebben platen gemaakt er tegenaan, tegen de toren. Waarschijnlijk vanwege de wind. En nu zit er een druppel op een lens, dus ik moet de vlog wel gaan beëindigen. Best wel jammer.